internationaal verdrag tegen foltering, UNCTAD, moet zo spoedig mogelijk geratificeerd worden. In dit kader heeft het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken een eendaagse workshop georganiseerd, getiteld For the Enhanced Capacity on Surinamese Treaty Body Engagement, Moving Towards UNCTAD Ratification. Minister Van Dijk Silos van Juspol, die de workshop heeft geopend, gaf aan wat de basis is voor het ministerie om te komen tot de ratificatie van dit verdrag. Het ministerie heeft als een van de speerpunten, toen ik minister werd, mensenrechten aangehaald. Waarom mensenrechten? Waarom speciaal het speerpunt? Als je kijkt naar de taakstelling van het ministerie van Justitie en Politie, hebben wij tot taak, hoofdtaak, de bescherming van de rechtsstaat, de garantie van veiligheid. En natuurlijk, als we praten over de bescherming van de rechtsstaat, optimale bescherming van de rechtsstaat, hebben we het over burgers een zekerheid geven dat hun mensenrechten niet geschonden worden. Mensenrechten zijn universele rechten. Mensenrechten zijn rechten die inherent zijn aan alle mensen die op deze aardbodem bij ons hier wonen. Ongeacht nationaliteit, woonplaats, geslacht, nationale of etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, taal of enige andere status. Mensenrechten hebben tot doel dat ieder individu het recht heeft om als een volwaardig mens door het leven te gaan. In Suriname heeft het verdrag in zaken de rechten van de mens geratificeerd. En dat brengt natuurlijk plichten met zich mee. En het internationaal verdrag in zaken de rechten van de mens waarborgt deze rechten tezamen met onze grondwet. Minister Silos gaf verder aan dat het beleid van het ministerie gebaseerd is op het waarborgen van de rechtsveiligheid en rechtsbescherming. Het is de bedoeling dat het ministerie van Justitie en Politie dusdanig de condities schept welke moeten bijdragen aan het vergroten van die rechtsveiligheid en adequaat bescherming biedt aan ieder mens welke zich op het Surinaams grondgebied bevindt. Het ministerie van Justitie en Politie is ervan bewust dat het Nationaal Mensenrechteninstituut conform de Paris Principles van eminent belang is in het kader van het objectief karakter welke is vereist bij de aanpak van issues gerelateerd aan mensenrechten. Aldus justitieminister Van Dijk Silos. Ze sprak vandaag tijdens de workshop ter voorbereiding van de ratificatie van het internationaal verdrag tegen foltering UNCTAD. De bewindsvrouw deed ook de mededeling dat op 3 december aanstaande het Mensenrechteninstituut wordt gelanceerd.